Ondernemers kunnen veel van apen leren, vindt bioloog Daniel Seesink. Hij geeft masterclasses in de dierentuin. Ik wil wel zo'n spoedcursus over Bokito. Welkom, Daniel. Dankjewel. Wat heb je nou zelf over jezelf van apen geleerd? Wat ik zelf over apen, van apen heb geleerd over mezelf is dat de biologie achter gedrag, ook bij mezelf, dat die eigenlijk veel meer bepalend is dan alles wat je daarna zegt of doet, namelijk wat ik noem de psychologie. Maar hoe is dat dan als je kijkt naar je eigen gedrag, dat je denkt, oh, maar dat is omdat chimpansees dat ook zo doen? Ja, en denk maar terug toen je klein kindje was en je ging voor het eerst naar de dierentuin, dan wil je het liefst naar de apen. En als je dan naar die apen staat te kijken, dan zie je eigenlijk allemaal dingen waar je heel hard om moet lachen. En waarvan je op dat moment nog niet doorhebt dat dat gedragingen zijn die wij ook kennen. En ik heb nu een klein mannetje thuis lopen van bijna 3. En als ik nu met die bril op die ik nu heb, naar dat mannetje kijk, dan denk ik, ja, daar loopt gewoon een klein mini-bokitootje rond. En daar kun je zo ontzettend veel van leren. En daar kun je dus ook heel veel in herkennen. Alleen we zijn het ons niet meer bewust. Dus wat kunnen ondernemers ervan leren? Want jij richt je echt op ondernemers en leidinggevenden. En je zegt, die kunnen nou echt iets van die apen leren. Ja. Wat is dan het meest kenmerkende wat ze kunnen leren? En er zijn eigenlijk twee dingen die ze kunnen leren. En het eerste is het herkennen van mechanismen die apen gebruiken om te overleven. Vormen van leiderschap die zij toepassen. En leiderschap binnen bepaalde apen is anders. Het kan verschillend zijn. Chimpansee-leiders zijn andere leiders dan gorilla-leiders. Mm-hmm. Omdat die hele groep heel anders in elkaar zit. Nou, als je daar leidinggevenden en ondernemers bewust van maakt, dan kunnen ze dat plaatsen tegenover hun eigen organisatie. Heel praktisch. Hoe moet ik me dat heel praktisch voorstellen? Je bent een ondernemer. Je hebt een middelgroot tot groot bedrijf. Daar richt jij je op. Mm-hmm. Wat nemen die mensen mee als ze bij jou zo'n masterclass hebben gedaan? Denk ze dan eens, oh, ik moet ook meer op mijn borst slaan. Nee, dat is heel flauw van mij. Ja, nou ja. Wat nemen ze nou echt mee? Dat ze inderdaad meer de Bokito in zichzelf en niet bang moeten zijn om zich een macho te gedragen? Dat je eigenlijk ziet bij die apen dat bijvoorbeeld imponeergedrag, wat de gorilla doet en wat de chimpansee ook doet, dat dat bij leiderschap hoort. En dat je dat als leider binnen een bedrijf, leidinggevende binnen een bedrijf, dat je dat ook hebt. En dat je dat misschien op een wat andere manier laat zien. Maar imponeren doen al die leiders op een bepaalde manier wel. En als je beseft dat dat biologisch gezien heel normaal is, hoef je dat niet gek te vinden. En andersom hoeven de medewerkers van het bedrijf het dus ook niet gek te vinden. Die moeten er alleen doorheen leren prikken. En hoe kan je dan als leidinggevende op een niet idiote manier de aap in jezelf loslaten, waardoor je je bedrijf beter leidt? Hoe moet ik dat voor me zien? Nou, door niet bang te zijn om bijvoorbeeld imponeergedrag te vertonen en dat wel op een goede manier in te zetten, functioneel. En ook niet bang te zijn voor de reacties daarop. Aan de andere kant moeten de medewerkers zich ook bewust zijn van het feit dat dat imponeergedrag hoort bij leiderschap. En dat ze dus, en dat is meteen het tweede punt wat ze meekrijgen, dat als je dat waarneemt, dat gedrag, dat je daar niet meteen iets van vindt, maar dat je beseft van, hey, waar komt dat eigenlijk vandaan? Dat komt uit die biologie. Dus ik hoef dat niet gek te vinden. Die leider is daardoor niet in één keer veel meer dan ik ben, als het gaat om het gesprek waar we in zitten. Maar die leider vertoont dat gedrag om te bevestigen dat die leider is. En hoe, want hoe gaat dat? Jij neemt, mensen willen een masterclass bij jou. Je neemt ze mee naar een dierentuin. En dan? Dan laat ik ze eerst zien aan de hand van veel materiaal welke mechanismen die apen gebruiken om hun leiderschap te tonen. Op welke manier zij als sociale groep met elkaar overleven. Dat ze elkaar dingen gunnen. Hè? Bijvoorbeeld een alfa mannetje, een leidend mannetje binnen chimpansee groep, kan een jonger mannetje het gunnen om met een vrouwtje seksueel contact te hebben. Dat vindt hij eigenlijk niet zo leuk en dat hoort ook eigenlijk niet. Maar omdat hij dat doet, verwacht hij van dat jongere mannetje een steun voor zijn leiderschap terug. Nou, is dat op de werkvloer een beetje moeilijk. Maar het is altijd wel een mooi voorbeeld inderdaad. Ja. Maar dat kun je wat subtieler doen. Ja. En dat subtielere, dat zit hem bij apen in vlooigedrag. En waar ik dus eigenlijk voor pleit, is dat ondernemers en leidinggevenden op een professionele manier met elkaar meer en vaker moeten vlooien. En wat is vlooien dan? Ja. Dat bij apen is dat het aan elkaar zitten. Het in de vacht zoeken naar onregelmatigheden. Ja. Geen vlooien overigens. Maar nee, wat doen apen dan als ze aan het vlooien zijn? Geen vlooien zoeken? Er zitten geen vlooien, dus zand of onregelmatigheden of misschien een losse haar. Ja. Maar
bovenal, het aanraken zorgt ervoor dat er stofjes vrijkomen die een binding veroorzaken. Ja. En wat vaak nog het geval is, is dat degene die geflooid wordt hoger in rang is, hoger in positie is dan degene die flooit. Dus ze bevestigen daarmee ook hun posities ten opzichte van elkaar. En door dat contact, door die stofjes die vrijkomen, ontstaat een band. En is de kans dat als die groep bedreigd wordt, dat die groep dan ook gaat samenwerken, is veel groter dan wanneer je allemaal losse individuutjes hebt die alleen maar hun werk doen. En hoe kan je dat flooien vertalen naar de werkvloer? Moet je dan ook letterlijk elkaar meer aanraken? Of hoe? Ook dat ligt soms weer gevoelig, dus dat zou ik niet zozeer aanbevelen. Maar het professioneel flooien bestaat voor mij uit het vaker met elkaar in gesprek zijn. Bijvoorbeeld bij de koffieautomaat. En niet alleen over werk, maar ook over andere interesses die iemand bezighouden. Zodat je meer van elkaar weet en dus ook meer aanknopingspunten hebt met zo'n persoon. En dan word je automatisch gelijkwaardiger. En weet je ook, nou, als diegene een keer op zijn strepen gaat staan, is dat vanuit zijn functie, maar niet omdat hij iets tegen mij heeft of omdat hij mij niet kent. Reageer ik er dan heel heftig op. Als je mij had gekend, had je zo nooit gereageerd. Okay. Dus zorg dat je elkaar beter leert kennen. En dat vertaal ik dan naar professioneel vlooien. En bij jou gaan dan de leidinggevenden met jou op safari, zal ik maar zeggen. Maar als ik jou hoor, denk ik van ja, maar eigenlijk zouden hele teams met jou op safari moeten. Want er wordt ook in wat jij nu benoemt best wat verwacht van de niet-leidinggevende, zeg maar de werknemers. Ja. Die moeten dan dingen begrijpen van hun baas, zeg maar. En ook over zichzelf. Want uiteindelijk is leiderschap niet alleen gekoppeld aan een functie. Maar iedereen is leider over zijn eigen gedrag. Iedereen maakt keuzes, iedereen wil een bepaalde kant op. En daar neem je stappen voor. En die stappen worden soms wel en soms niet gewaardeerd. Maar dat is wel het tonen van leiderschap. Dus en wat ik heb ontdekt in de tijd dat ik nu bezig ben, een paar jaar, is dat ik eerst die directies en leidinggevenden zelf over die drempel moet meenemen. Zodat ze weten wat je van die apen kunt leren. Dat ook zelf ervaren hebben. En als zij over die drempel heen zijn, dan komt de rest vanzelf. En ik zit nu in een fase dat we dus eerst die directies aan het meenemen zijn naar de dierentuin. En dat daarna die andere medewerkers daar ook in worden meegenomen. En wat is er voor vrouwen te halen? Want bij die apen zijn natuurlijk die mannen allemaal de big boss. Dat zou je denken. Maar net als niet? Bij mensen is dat soms helemaal niet het geval. Als je bij gorilla's en bij chimpansees kijkt, dan oogt dat wel zo. Bij chimpansees is het overigens wel zo dat als de vrouwen als één blok het leiderschap van de man niet ondersteunen, en dat kan gebeuren wanneer die leider zijn taken niet goed uitvoert, dan kunnen die vrouwen er echt wel voor zorgen dat die man zijn leiderschap kwijtraakt. Dus die hebben wel degelijk een belangrijke positie daarin. Als je gaat kijken naar bonobo's, die lijken heel erg op chimpansees qua uiterlijk, maar het is echt een aparte soort. Daar zie je dat vrouwen de baas zijn. Maar dat zijn toch ook die apen die alleen maar aan het neuken zijn de hele tijd, bonobo's? Nou ja, die gebruiken dat, net als mensen, niet alleen om voor te planten, maar om conflicten op te lossen en om bij elkaar dat goede gevoel weer te krijgen. Dus die hebben hele vluchtige en regelmatige seksuele contacten met elkaar. En dat is wat mensen ook leuk vinden om te horen over die dieren en om te zien. Maar als je heel goed kijk naar zo'n groep, vooral in een dierentuin, in apenhul zitten ze bijvoorbeeld, dan zie je dat daar niet sprake is van een alfa man, maar van een alfa vrouw. Oh. En dat is vaak de oudste vrouw of met de meeste kinderen. En die heeft daar de broek aan. En die bepaalt samen met de andere vrouwen wat er gebeurt. En die mannetjes kunnen daar ook imponeren, maar dat wordt door die vrouwtjes redelijk genegeerd. En de bonobo's zijn een mooi voorbeeld van hoe je als vrouw in een organisatie leiderschap kunt tonen. En je benoemde dat vlooien van persoonlijke aandacht. Hè? Aandacht ook voor persoonlijk leven van mensen op de werkvloer. Ja. Dat imponeergedrag, hè? Dat fascineert mij van hoe kan dat dan vorm krijgen? Kijk, bij apen kennen we de plaatjes inderdaad van op de borst slaan en schreeuwen. En ik heb laatst nog in Artis zo'n zilverrug gorilla gezien. Nou, je weet niet wat je meemaakt, daar pas je gewoon vier keer in. Ja. Dus dat is sowieso imponerend. Je hoeft niks te doen, hè? Nee, dan ben je al onder de indruk. Ja. Maar hoe kunnen mensen dan binnen jouw bewust zo training dat leren? Nou, het leuke is dat ik ze dat niet ga leren. Ik probeer ze bewust te maken van het feit dat hoort bij hun rol en bij hun leiderschap. En daardoor kunnen ze beter begrijpen waarom anderen daar zo op reageren. Want zij vinden het heel normaal om zich op een bepaalde manier te kleden, om bepaald gedrag te vertonen. Dus beschouw dat ook als normaal. Heb daar geen oordeel over. Maar
wees je er bewust van dat het zo is. En dan kun je als gesprekspartner daar ook anders mee omgaan. Dan kun je dat er bij wijze van spreken een beetje eruit filteren. En denken van nee, maar dat is ook maar een mens. En die heeft ook een biologie achter zijn gedrag. En daar moet ik naartoe. En dat betekent dus dat je op dat moment ook redelijk gelijkwaardig kunt zijn in een gesprek. En ook die mens achter dat imponeren gedrag is gevoelig voor persoonlijke aandacht, voor een persoonlijk praatje. En het gevoel wat erachter zit, daar moet je dus proberen zien bij te komen. En hoe zit het, hè? Want ik bedoel, mensen komen voort uit apen, maar mensen zijn geen apen. Wij kunnen veel meer. Mm-hmm. Is het niet tricky om te zeggen van ja, wij zijn eigenlijk als apen, dus doe er je voordeel mee? Is dat niet heel simplistisch gedacht? Zeg maar? Als je het zo zegt, wel. En die discussie heb ik natuurlijk wel eens vaker inderdaad. Waar het om gaat, is dat ik terugga naar die apen om te laten zien waar ons oergedrag vandaan komt. Ja. Dus op het moment dat je dat bij die apen ziet en je wordt je daar bewust van, en die apen praten niet met elkaar, dus daar heb je geen hele conversaties waardoor je afgeleid kan worden. Nee, je ziet daar puur gedrag en dat is gericht op overleven. Dus als ik dat verplaats naar iemand in zijn bedrijf, die is ook op sommige momenten aan het overleven om zijn doelen te halen, om zijn mensen tevreden te halen, te maken, om te bereiken wat ze willen bereiken. En als hij zich dan bewust is dat ook die mechanismen bij hem gewoon zijn gedrag sturen, dan is dat al heel wat. En wat ik dus ook daarna tegen die mensen zeg, is dat ze zich daar alleen bewust van hoeven te zijn. Ze hoeven dat niet te veranderen, maar ze kunnen wel leren om zich aan te passen aan de omgeving en positiever met dat gedrag om te gaan. Dus het is eigenlijk een soort jezelf beter begrijpen en niet stokslagen geven van ik moet het anders doen, ik doe het niet goed. Nee. Want heel veel trainingen zijn natuurlijk gericht op het veranderen van gedrag. Sterker nog, als ik mensen spreek in een directie die dan zeggen van ja, we moeten veranderen. Organisatiestructuur verandert of er is een grote reorganisatie op komst. Dus de mensen moeten ook veranderen. Dan zeg ik altijd nee, in mijn ogen dus niet. Want die mensen zijn biologisch gezien hetzelfde. Die kennen zichzelf waarschijnlijk heel goed. Dus die hoeven niet te veranderen. Je moet ze alleen helpen zich aan te passen aan die veranderde omstandigheid. En daarmee sluit ik weer aan op wat Darwin zei. De mensen die zich het best kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden, die zullen overleven. Survival of the fittest. Ja. Dus dat probeer ik ze op die manier duidelijk te maken. En dat begint met waarnemen. Alleen maar waarnemen. En jij bent zelf, je hebt 5 jaar voor de klas gestaan, ja, als biologieleraar. Ja. En daarna 12 jaar in marketing en salesfuncties. Ja. En wat bracht je dan om nu dit te gaan doen? Nou, eigenlijk omdat ik in die marketing- en salesfuncties heb geleerd om op een bepaalde manier met klanten om te gaan. Ja, je wil verkopen dan, hè? Je wil mensen, ja, voor je winnen. Precies, en dat was voor een deel ook adviserend. Dus dat ging in gesprekken en niet met een wil je alsjeblieft even tekenen. Dus dat was adviserend. En dan hoopte je dat achteraf natuurlijk die mensen ook jouw product zouden afnemen. Maar Wat voor producten wilde jij over de... Het grootste deel van die 12 jaar waren dat medicijnen. Ja. Dus dat weet je niet wat iemand voorschrijft. En, dus je moet iemand adviseren over wat dat product kan. En je moet bouwen aan een persoonlijke band om een stukje vertrouwen, mm-hmm, te krijgen. En toen heb ik natuurlijk van alles gezien. In positieve zin en in wat minder positieve zin soms. In mijn idee. En toen dacht ik van ja, maar als mensen zo ver van zichzelf af komen te staan, omdat ze een verhaaltje moeten vertellen wat hun opgelegd is door het bedrijf waar ze op dat moment werken, even gechargeerd gezegd, dan ben ik benieuwd in hoeverre ze zichzelf nog kennen. En ik was ervan overtuigd toen al, en ik ben er nu nog meer van overtuigd, dat als je mensen bewust kan maken van hoe ze eigenlijk zelf zijn en ze dat beter laat gebruiken, dat ze veel effectiever kunnen communiceren. Maar was je dan zelf ook ver van jezelf afgeraakt in die jaren? Nou, die neiging die kreeg ik. En ik heb mezelf steeds teruggeroepen naar mijn eigen biologie en gezegd van nee, ik wil mezelf blijven. Dus je merkte, was dat het dan dat je om iets te verkopen verder van je eigen karakter afraakte? Ja, hoe en ik had dat dan? Nou ja, heel simpel. Ik ging naar een arts toe en die arts die zegt, joh, heb je training gehad? Want je bent heel anders of je doet heel anders. En toen moest ik ja zeggen, want we hadden inderdaad... Want die kende jou, of hoe bedoel je, die ja, die kende mij al veranderd. Jaren. En die zei van, joh, het is helemaal zo anders als anders, weet je wel. Oh ja, wat was het verschil dan? Nou ja, dat je op een andere manier naar je rol als artsenbezoeker in dat geval keek. En dat je op een andere manier die arts in het gesprek mee moest nemen. Ja, ik bedoel, die bedrijven proberen natuurlijk ook op een zo goed mogelijke manier aan te sluiten. Dus het was een toneelstukje geworden, is dat dan? Nou, dat voelde het voor mij, ja, wel. En ik moest dus nog tijd nemen om dat mezelf weer eigen te maken. Want even vooropgesteld,
wat je daar vertelt, dat is waar over het product wat je vertelt. Maar het moet ook nog op een natuurlijke manier overkomen. Ja. En ik ben daar altijd heel alert op voor mezelf. Dat het natuurlijk is, dat het consistent is. En op het moment dat ik dan iets op een andere manier moet doen als dat ik gewend ben, is dat eerst oncomfortabel. Dat is wat die artsen dan op dat moment ook merkten. En dat is wat mensen in het algemeen kunnen merken. Dus je moet daar weer comfortabel mee worden. En hoe doe je dat? Nou, teruggaan naar die biologie. Terug naar hoe je zelf bent en het daar proberen in te passen. En daar heb je wat tijd voor nodig. Dus ik ben me op dat moment aan het aanpassen aan dat nieuwe verhaal, die veranderende omstandigheid. Ja. Maar ik ben mezelf niet aan het veranderen. En daar ben ik continu bewust van en alert op. Dus is het dan heel simpel dat je dan in die periode, zeg maar, de aap in jezelf moest blijven koesteren? Of je eigenheid niet verliezen? Ja. Maar wat is dan die link met die aap? Die link met die aap is dat, en die gebruik ik dus in het begin om mensen bewust te maken. Hè? Ja. Want die aap die laat je zien welke mechanismen er zijn, welk gedrag er is om te overleven. Om je staande te houden in een situatie. Ja. Dat kan ook een gesprek zijn. Dus als je dat weet, en dat kun je dus makkelijker zien door naar die apen te kijken dan door allerlei psychologische modellen te bestuderen. Want dat is gewoon een studie. En bij die apen heb je het als kind al gezien. Dus dat is een kwestie van even terughalen. Hoe was het ook alweer? Dan wordt er weer gelachen en dan wordt er weer gezegd, oh ja, nou je het zegt, onze organisatie is eigenlijk een chimpanseeorganisatie. Hey, we moeten veranderen. Hey, we gaan eigenlijk nu naar een bavianenorganisatie. Wat is dan, ik kijk ook naar apen, want ik heb ook twee kleine thuis. Ja. En dan zie ik die apen de hele tijd van alles doen. Nou, ik zie ze inderdaad vlooien. Ik zie ze om onverklaarbare redenen woest op elkaar worden. En dan krijgt er weer eentje een hens. Maar ik snap er helemaal niks van. Dus wat is nou, als je zegt, hè, wij hebben een, wat zijn nou, bavianenorganisatie. Wat is dan het kenmerkende? Nou, waar het om gaat is dat als je naar die organisaties kijkt, dan heb je bij de ene organisatie één mannetje, meerdere vrouwtjes en wat kinderen. En dan leven, dat noemen ze dan een harem, en daar leven er een aantal van bij elkaar in één groep. Maar het zijn allemaal zelfstandige eenheden, noem het families. Hè. En als het nodig is, komen ze even bij elkaar. Buurtoverleg. We organiseren een keer een buurtfeest en dan hebben we een gezamenlijk belang. Dus dan gaan we als groepen in mee. En dan zijn de leiders vaak degene die dat overleg voeren. Dat is hoe bavianen werken. In bedrijven, business units, allemaal zelf georganiseerd. En we overleggen uiteraard één keer per week of één keer per maand om het af te stemmen. Ja. Bij een gorilla-organisatie zie je ook een harem, maar dat is er maar één. En daar zit één mannetje, de door jou al genoemde zilverrug. Daar zitten een aantal vrouwtjes in. En daar zitten een aantal kinderen in. En die kinderen zijn eigenlijk per definitie van dat mannetje. En kinderen en bedoel je dan dat de jongere gorilla's. Ja. Zeg van zijn dan jongere werknemers, 5, zeg maar. Ja, die net binnen zijn gekomen. Ja. Die vaak ook heel fris tegen de organisatie kijken. Maar daar is het zo dat als er iets moet gebeuren, dan is die alfa-leider, alfa-man, is gewoon duidelijk degene die dat bepaalt. En iedereen kent zijn plek en schikt zich in die rol. Dus daar wordt weinig overlegd. Daar is het gewoon zoals het is. En het mooie is, en dat zouden we thuis ook meer moeten doen, denk ik, dat als er iets gebeurt met die jongen, wat je thuis ook ervaart, dat die zilverrug maar even hoeft op te staan, er naartoe te lopen of er doorheen te lopen, zonder iets te doen of te zeggen, en er is weer rust. Want we weten, dit is degene naar wie we moeten kijken. En als je als leider dus in paniek raakt, wat we als ouders natuurlijk wel eens een keertje doen, door de druk of door dat we moeten weg, dan pikken die kinderen dat dus ook op. En dan is het leiderschap minder duidelijk herkenbaar. Oh, okay. Nou, dat zijn dingen die je ook in je dagelijks praktijk daar kunt zien. En door dat waar te nemen, door je daar bewust van te worden, kun je het in ieder geval daarna beter begrijpen. En als het dan echt helemaal tot je door is gedrongen, dan kun je het ook beter beheersen. En dat zijn ook de drie stappen die ik probeer aan te brengen. Dus bewust worden in de dierentuin, begrijpen door het gedrag erachter te snappen en te bekijken hoe dat dan in de hersenen werkt. En daarna beheersen, dus wat voor tools kun je aangereikt krijgen om dat gedrag ook echt aan te passen. Dus het begint bij de apen, maar het eindigt daar niet. Interessant. Dankjewel dat je dit wilde komen uitleggen. Graag gedaan. Veel succes. Dankjewel. Dit was Daniël Seesink van Bewust Zo. Kijk voor meer gesprekken op 7ditches.tv of download onze app. Dank, dag.